Goed, we kennen haar allemaal als een van de vaste gezichten van Hart van Nederland. En nu is ze elke werkdag te zien als presentatrice in het programma Studio Max Live. Bij ons natuurlijk Cilly Dartel. Een hele goede morgen. Goedemorgen. Ja, hoe is dat nu, dat nieuwe programma? Natuurlijk al die jaren Hart van Nederland gedaan en nu daar. Ja, een ander tijdstip, hè, zou ik maar zeggen. Nee, ja, het is dat überhaupt. Te leuk. Ik heb het heel erg naar mijn zin. Ja? Ik ga iedere dag met het grootste plezier naartoe. Het is een cadeautje om dit te mogen doen. Ja. En samen met Frank Dumosch, ja, dat gaat gewoon ook zo ontzettend goed. En ik ben helemaal gelukkig. Wat fijn. Nou, ja. Ik moet zeggen, het is ook alsof er een jas om je heen weer gegaan is. Het past ook helemaal bij je. Ja, ja. Ja, dat gevoel heb ik ook. Het komt natuurlijk ook erg dichtbij het werk wat ik voor Hart van Nederland heb gedaan bij de AVRO. Gesprekken voeren, hè, de actualiteit. En, dat komt ook allemaal weer samen. Dus. Ja. Weet je wat ik zo leuk vind? Ik zie jou echt weer stralen. Want je was hier een aantal maanden geleden. En toen was het toch even zoeken. En ja, tuurlijk, jij bent gewoon een supervrouw. Je gaat altijd door. Nou, maar nu heb je gewoon weer echt waar je creativiteit in kwijt kan. Zeker. En het is zo'n. Het is echt, ik zie het echt als een cadeautje, dit. Ja. En het is heerlijk. Ja. Dus ik geniet intens. Ja. Nou, je zegt al, die samenwerking gaat goed. Met Frank. Zeker. En we hebben een heel leuk fragment van jouw allereerste uitzending. En dan, dat hij jou dan ook aankondigt. Dus daar gaan we gelijk even naar kijken. Om even lekker dat gevoel te hebben. Zoals u misschien al hebt begrepen, is collega Myrna Goossen bij Max teruggekeerd naar haar oude liefde, de radio. Vanaf deze plek wil ik haar dan ook heel veel succes wensen. En dat betekent dat er nu een nieuwe collega naast me zit, Cilly Dartel. Cilly, welkom. Ja, leuk om te zijn, Frank. Ja, Maar fijn, beginnen we maar. Begin jij? Als jij het niet doet, dan doe ik het maar. Begin. Ja, vrijwel alle Nederlandse ziekenhuizen hebben plannen om te fuseren. Ja, dat is dan toch even een beetje. Zit daar en boem. Maar de grap was, Frank en ik hebben elkaar dus 3 uur of zo voor de uitzending voor het eerst elkaar ontmoet. Ja. Is het zo snel gegaan? Ja, het is echt zo snel gegaan. En maar daarom hoe doe je is ook, nee, maar daarom is het ook zo ontzettend leuk nu. Want Frank en ik kennen elkaar nu 4 weken. Zo, maar wel intensief. Zeer intensief. En wij voelen gewoon echt, we hebben het grootste lol samen. En het gaat zo goed. Je weet zelf, samen presenteren is natuurlijk toch ook, dat heeft ook elkaar aanvoelen. Aanvoelen en aftasten. Maar dit gaat in een sneltrein. Fijn. Dus dat is natuurlijk hartstikke leuk. En daarom vind ik het leuk om dit terug te zien. Ja, want dat was nog een beetje ongemakkelijk. Ja, maar het is een beetje zoeken natuurlijk. Ja, een beetje maar dat was voor mij ook de eerste dag. Het was maandagochtend en ik was de vrijdag daarvoor 's middags uit Amerika overgekomen. Oh. En ik ben vanuit het vliegtuig toen meteen doorgegaan naar de redactie. Met de redactie kennis gemaakt. En Frank was toen ziek, dus die kon er ook niet zijn. Studio gezien, doorpassen gehad. En maandag was het gewoon meteen gaan. De eerste, maar goed, dan is het de eerste. Met al jouw ervaring. Ja. Ben je dan toch nerveus voor zo'n nieuw programma? Nou, het gekke is, ik weet niet of nerveus het juiste woord is. Ik bedoel, je bent gespannen, maar op een geconcentreerde manier. Dat moeten jullie wel herkennen, want het is live en er is geen weg terug. Maar dat maakt het tegelijkertijd het mooiste dat er is. Ja. Dus ik was niet nerveus, maar wel. En eigenlijk voelde het meteen ook als zo'n. Ja, ik ben in zo'n warm bad terechtgekomen. Dus het voelde ook eigenlijk meteen vertrouwd. Ja, wat leuk. En dat is ook eigenlijk wat ik het meeste terughoor. Mensen zeggen: God, alsof je er al jaren zit. Dat vond ik, wat ik al zei. Een jas om je heen die gewoon weer lekker zit. Dat je denkt: prima. Ja. Dus het is, ik geniet volop. En het is met name ook de samenwerking met Frank. Daar kunnen we ook allebei zo van genieten. Dat werkt gewoon, het gaat goed. Ja, dan had je dus maar 3 uur van tevoren, zeg je net. Maar heb je Myrna nog gezien? Heeft Myrna nog iets kunnen vertellen over het programma aan jou? Nee, ze belde wel gelijk toen ik in Nederland was. Dat vond ik ook hartstikke leuk. Nee, niet. Nee, want zij is natuurlijk meteen doorgegaan ook naar Radio 5. En, ik was daar benieuwd en dat is ook dagelijks. Ja, want waarom heeft ze daar toch voor gekozen? Ze heeft erg gekozen voor de radio weer. En ik weet niet of jullie radio hebben gedaan. Radio is een prachtig medium. Ja, dat is een heel intiem, leuk medium. En daar heeft zij voor gekozen. Ja, dat had ze gewoon behoefte aan. Ja. Nou, dat zo is het ook hartstikke mooi, toch? Ja. Nou, we hebben ook iemand gevonden die iets tegen jou wil zeggen. Oké. Over je nieuwe baan. Goed, kijk maar even. Ben benieuwd. Lieve moeder, graag wil ik je via deze wijze nog eventjes ontzettend feliciteren met je nieuwe baan. Je doet het geweldig. Ik moet wel zeggen dat ik enorm genoten heb van onze Skype-sessies over het evalueren van het programma en hoe jij en hoe wij het beter konden maken. Ook wil ik je echt heel erg bedanken voor alles wat jij en papa voor mij gedaan hebben dit afgelopen jaar en de afgelopen 5 jaar. Zonder jullie had ik deze film die ik nu gemaakt heb niet kunnen doen. Dus echt ontzettend bedankt daarvoor. Nou, hou even op met me nu. Mooi, hè? Ja. Wat heb je nu, knap persoon? Ja, je hebt er 2 zelfs. Ik heb er 2. Waar schrik je zo van? Ja?
Nou, niet schrikken. Nee, ik vind het prachtig. Ja, ja. Lief, ja, hè? Ja. Weet je wat maar... ik zo leuk vind? Ook, vroeger kwam, toen wij bij Hart van Nederland allebei zaten... toen kwam ook je zoon wel eens over de vloer. En toen was je al zo trots. Maar nu dit, kijk wat ze teruggeven. Nee, maar hij... weet je, zowel Christian als David... die twee jongens staan heerlijk in het leven. En het is natuurlijk het grootste geschenk wat je kunt hebben... Tuurlijk. Dat je jongens het goed doen. Ja. En David zit natuurlijk heel ver weg. Die woont in Hollywood en die heeft net zijn eerste speelfilm gemaakt. Ja, want hij heeft het over een film. Daar was ik inderdaad benieuwd naar. Hij heeft de film Night Eyes heeft hij opgenomen. Dat is een film gemaakt naar aanleiding van een verhaal, een boek van Jack Lance. Dat is een Nederlandse schrijver in de stijl van Stephen King, zou ik maar zeggen. Dus het is een thriller. Ja, spannend. En hij heeft dat in december gedraaid. En ik ben een paar dagen op de set geweest. Nou, het was echt, het zag zo waanzinnig goed uit. En ik hoop ook echt, ja... dat het voor hem ook echt iets gaat doen. Hij is nu bezig met de editing. En ik heb begrepen dat ze de eerste rough cut... bekijken zijn. Dus maar het is hoe heel tof spannend. Dat je, jullie kind gewoon een film aan het maken is in L.A. Onwerkelijk, te leuk. Ja, wauw, en ben je er onlangs op naartoe gegaan? Hè? Want ik bedoel, dat moet ik toch eerlijk toegeven. Mm-hmm. Hij heeft veel korte films gemaakt. En dit is dan zijn eerste speelfilm. En het ziet er gewoon echt gewoon verschrikkelijk goed uit. Wat dat betreft een wereldgezin. Jullie wonen in Dubai. Ja. Hij zit in L.A. Ja, en onze oudste woont in Amsterdam. Dus we hebben ook wel eens Skype-conferenties. Gewoon met z'n allen tegelijk. Nee, het is serieus. We hebben het een keer gehad. Toen was David dus in Hollywood. Christian zat in Amsterdam. Ik zat in Dubai. En Jan had een vlucht naar Bangkok. Dus die zat in Bangkok. En toen hebben we een familievergadering gehad via Skype. Ja, te leuk. Ja. Maar ik zei het net al even. Jullie wonen. Je woont nog steeds in Dubai. Ja. Ook, hè, terwijl dat je nu gewoon weer lekker een job in Nederland hebt. Maar dat had je natuurlijk daarvoor ook. En we hadden zoiets van, toch eventjes ook voor onze kijkers... eventjes een blik werpen op hoe dat leven van jou in Dubai dan is. Oké. Okay. Even kijken. Dit is de woonkamer. Het is gewoon meteen met de deur in huis. Hier wonen Jan en ik al sinds 8 januari, 4 jaar geleden. En hier breng ik de meeste tijd door. Het is afzien. Nou, dit is dus de keuken. Opvallend, hè? Het is net een keuken als alle andere keukens. En hier hebben wij een soort van werkhoek gecreëerd. Hier zitten Jan en ik achter de computers. En vaak toch ook wel met Nederlandse radio op. Want erg, hè? Dan zit je zo ver in de woestijn. Dan zit je nog Nederlandse radio te luisteren. Wat een heerlijk leven. En een mooi tuintje. Nou, ook toch nog in fijn de zandwoestijn. Lekker warm ook. Ja. Maar hoe gaat het dan door de week? Is dat toch voornamelijk echt wat je net zei, het totale skypen met elkaar? Doe je dat ook met Jan, je man? Op Manier? Veel. Ja, wij skypen echt. En dan staat hij lekker... We skypen of bellen. We bellen veel. En, maar dat is ook waarom het zo leuk blijft houden met elkaar. Ja, we praten echt heel veel en spreken elkaar meerdere. En terwijl jij dan hier in de kou zit, zit hij dan lekker bij een zwembadje... of lekker in de mooie zon. Ja. En dan soms, dat is heel grappig, maar soms is het... Even het zwembad schoonmaken. Ja, daar is hij met name erg goed in. Ja. Ja, ik zie maar je ziet, het is ook wel eens regenachtig. Ja, het regent ook wel eens in het is ook wel eens koud. Ja. En soms is iemand dan toch dichterbij dan je denkt, hè? Ja, eigenlijk wel, hè? Eigenlijk wel, hè? Hallo, Jan. Wij zijn hier gewoon bij koffietijd. Bij ons, het is ook mooi in Nederland. Het is ook leuk om hier te genieten. Nee, het is heerlijk. Jan is, gezellig dat hij er is. Heerlijk. Jan, je mag naar binnen, hoor. Kom maar gezellig koffie drinken. Jan is dit niet meer gewend, hoor, deze temperatuur. En zwijm er even terug. Ja, nou, jullie kunnen lekker samen een weekend doorbrengen in Amsterdam. Zeker, in Amsterdam. Ja, wat fijn. Nou ja, eerlijk, Jan moet morgen weer terug. Oh wel, want die vliegt natuurlijk als piloot, hè. Dus jullie hebben het maar druk met z'n allen. Maar gelukkig en blij en een prachtig bericht net van je zoon. Nou dus... ja, heerlijk. Nou ja, dank jullie wel. Ja, heel graag gedaan. Confused. Ga je lekker het weekend mee. Nou, Zili is natuurlijk elke dag te zien, althans maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en op vrijdag een compilatie. 12:15 op Nederland 1 kunnen we dus allemaal weer naar je kijken. Dank je wel. Heel veel plezier. Dank je wel.